Nee! Nee! Ik vind dit een mooi plekje voor hem is. Nee! Kan je dat serieus niet doen? Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn. Jongens, het is vandaag weer zover. En meisjes trouwens, niet alleen jongens. We zijn in onze herberg / hotel. Iemand komt zei, het is een herberg in plaats van een hotel. Ik dacht, ja weet je wat? Aangezien hoe het eruit ziet en de tijd. Het is inderdaad meer een herberg. De lama is er nog steeds. Ik hoor overal zombies en gezooi en gezeik en zo. Maar dat is allemaal geen probleem. Voordat deze video begint, jongens, abonneer zeker eventjes. In de afgelopen video heb ik gezegd, reageer je nou dat je bent geabonneerd? Dan geef ik je reactie een hartje. Deze video doen we dat nog een keer. Want ja, ik vond het best wel leuk. Maar goed, de planning. Ik heb hier gelezen, gereserveerd niet voor Max. Dus hier mag ik niks bouwen. Ik ben gewoon gelimiteerd. Gereserveerd niet voor Max. En hier, gereserveerd niet voor Max. We horen het, jongens. Dus we hebben nog een prachtig plekje daar. Nee, ik heb nog genoeg dingen die ik sowieso moet doen. Maar ik ben benieuwd wat hier dan wel komt. Ik ben heel benieuwd wat daar gebouwd gaat worden. Maar wij hebben hierboven nog een prachtig plekje. Oh, dit is gereserveerd wel voor Max. Maar het eerste doel is de details rondom het hotel. En het details in het hotel. Dus de kamers, de lobby, al die andere onzin. Die wilde ik even gaan doen, het begin van deze aflevering. Dat leek me wel leuk om daarmee te beginnen. Ik dacht, ik moet toch ergens mee beginnen, hè? Dus we gaan hier wat leuke bloemetjes toevoegen. Blaadjes, misschien wat hooibalen. Hier een pad even naartoe brengen. En dan dat hier stiekem heb ik namelijk mijn geheime kamer nog. En daar wil ik eigenlijk nog wel toegang tot hebben. Ik ga ze dood, jullie met z'n tweeën. Kijk, ik heb hier nog mijn geheime kamer met nog steeds al Reno's. Zijn diamonds. Reno, jongen, wat doe je nou? Maar ik ben level 30, jongens. En ik heb heel veel botten en arrows en weet ik wat. Ik ben bij de mob spawner geweest van Robin en Justin, oftewel de opa's. En ik heb daar even lekker een tijdje gestaan en even mijn ding gedaan. Gewoon even lekker gefarmd, even lekker gechilled, even XP gehaald. Maar ik hoor wel heel veel zombies hier en ik word er echt helemaal gek van. Al die zombies. En het komt volgens mij door Rick's geheime beest. Dus wat we dan even gaan doen is een random blokje pakken. Gooien we die hierin. Huh? Rick heeft zijn ingang weggehaald. Rick heeft zijn ingang weggehaald. Oh, ik had zijn geheime beest door. En nu heeft hij een nieuwe ingang gemaakt. Oh, dat heeft hij waarschijnlijk weer in een hoekje gedaan of zo. Want jongens, in mijn livestream was ik erachter gekomen dat hier Rick zijn geheime beest zat. Hij heeft hem verplaatst. Oh mijn god, inderdaad, kijk. Hij heeft alles weggehaald. Ah! Of hij heeft gewoon zijn geheime beest weggehaald. Hé, maar hier spannen wel beesten. Dus we gaan even alles verlichten. Want ik word helemaal gek van het feit dat ik alleen maar zombies en weet ik voor wat voor monsters hoor. Oh, en hij heeft al zijn redstone hier ook weggehaald. Wat een loser. Nou, Rick, zijn geheime beest is dus weg. Maar waarom hoor ik dan nog beesten? Waar komen die vandaan? Hier? Hallo? Ik hoor overal beesten. Daar word ik wel echt gek van. Oh, maar deze, wat heb ik gedaan? Hier zit een redstone systeem. Maar van wat? Ik heb iets verpest. Wacht even hoor. Wat heb ik gewacht? Wacht, waar zit dit? We hebben een mysterie, jongens. Er is een nieuwe geheime beest gebouwd. En waar zit die? Volgens mij hier ergens, hè? Hier ergens. Want ik ging hakken vanuit daar. Ik ga de Rick manier doen. Ja! Ja! Ja, ik wist het! Een geheime kamer! Hij is stuk. Hij doet het nog niet. Kijk, hij is ermee bezig. Rick, ik heb je weer betrapt, jongeman. Ik heb je gewoon weer betrapt met een nieuwe geheime beest. Helaas, jongeman. Ik heb het weer gevonden. Zonder vatse beest weer. Moet je weer een nieuwe maken. Hé, er staat hier een kist. Huh? Er zit hier een kist met een netherite helmet. Met hele goede toeien erop. Van wie is die? Van mij misschien? Ik bedoel, het is dat ik geen helm draag. Alright, we gaan beginnen met het plan wat ik helemaal aan het begin uitlegde. En dat is namelijk even de omgeving hier mooier maken. Het pad upgraden. Maar laat ik beginnen met het interieur van het hotel. Dat is wel leuk, denk ik, hè? Als ik daarmee begin trouwens. Ja, dat gaan we doen. Ik heb wat spulletjes bij elkaar geraapt. En ik denk dat ik het van stone bricks wil doen. Puur omdat, ja, hè? Ik moet er wel een beetje onderscheid in maken met wat is. Of ik doe het gewoon alsnog met hout. Ik wil hier in ieder geval een balie maken. Dus misschien dat ik wel gewoon alsnog dit kan gebruiken in het interieur. Maar het moet niet, ook niet wegvallen, weet je. En anders een combinatie van. Ik weet niet of ik dat leuk vind, to be honest. Het is een hele moeilijke keuze. Sowieso moet deze ladder even weg. I mean, op zich kan het wel. Kijk, je hebt zo'n ingang dan, weet je. Oh, die poort moet zo zitten. Dat je dan zo'n ingangetje hebt, weet je, waar je doorheen kan. En dan heb je hier de balie met dan de sleutels en zo. En misschien kan ik zelfs het randje hier dan nog eentje verlagen. Zoals dit. Zo, misschien zelfs. We moeten het een beetje samen uitvogelen, jongens. Ja, op zich is het wel een leuk balietje. En dan hier misschien carpets of zo. Misschien trapdoor zo aan de onderkant zo. Oeh, ja, oké. Hier, het gaat allemaal een beetje om de details die we toe kunnen voegen, hè. Zoals dit een beetje. Oké, dit maakt het gewoon wat leuker, zie je? Doen we hier nog een laagje onder. Om het al helemaal een beetje afstandelijker te maken.
Oké, ik denk dat de balie wel leuk is gelukt nu als je binnenkomt zo. Wat doen we achter de balie? Sowieso kisten. Hier doen we de kisten gewoon. Dat je ze niet ziet achter de balie, maar ze zijn er wel. Kijk, en dan bedenk je van dat je ze niet ziet. Ja, want dan kan je gewoon trapdoors eroverheen doen zo. En dan hieronder zitten de kisten. Zo, een grote kist en dan twee losse kisten erbij. En daarin kan ik dan gewoon letterlijk alles doen wat je in zo'n hotel nodig hebt. Niet dat het veel is, weet je. Maar hè, dan zijn de kisten er gewoon. Dat is altijd handig. Dat ik hier dan sowieso gewoon een leuk houten vloertje van maak. Omdat het achter de balie is. En dan heb ik wat leaves nodig. Ik dacht iets als dit en dan leuk zo. Hoppakee. Ja, dat is... Ja, prima. Ik vind het helemaal prima. Mooie trapdoors er tegenaan. Is het wel lekker krap, maar dat... Oh, die gaat verkeerd om. Hier een crafting table en hier dat je ook altijd dingen kan craften. En dan moet ik even plekken bedenken voor de trappen. En ik denk in plaats van trappen dat het ladders worden, want het zijn hele krappe ruimtetjes. Als ik zoals hier een ladder zou doen... Oh, dan kom je niet eens in de kamer uit. Dan kom je letterlijk hier uit en hier. Oh, maar op zich, dit kan wel een ingang zijn van de kamer, hoor. Nu ik het zo zie. Als je hem nou... Ik zit even te denken, hè. Als ik hem nou zoals dit zou doen, de kamer. En dan zo. Ik ga proberen de kamers even op te delen, hoor. Bouw je hem zo, waardoor je ruimtegevoel krijgt op zich. Ik wil namelijk twee kamers hiervan maken. Twee kleintjes. Ja, dat kan. Kijk, dat kan serieus. Dan zou ik zo doen. Ja, kijk. Dan heb je hier een kamertje. Hier is hij dan dicht, weet je. Dus dan zou je hem nog netjes dicht kunnen werken, zoals dit. Zo, kijk. En dan heb je twee kamers. Dan heb je hier de kamer aan de andere kant de kamer. Dan kan je hier mooi het bed zo doen. Heel leuk, met een kleedje. En dan... Heb ik alleen nog geen plek meer voor een ladder naar boven. Ik heb... Oh, dat is een goeie. En dan zie je nog een kamer boven. Je zou hier en hier... Zou je zo'n hoekladder kunnen maken. Oh, ja, dat is leuk. Dan heb je het ook gelijk opgelost. Kijk, doe je hier, doe je hem ook zo. Ja, dit is toch mooi. Kan je misschien zelfs het randje eromheen nog even detailleren. Zoals dit. Even kijken hoor. Ja, kijk, zo. Fixen we hier de belichting. En jongens, dan ga ik nu gewoon alle laatste details toevoegen. En dan zie ik jullie wel gewoon zodra dat gedaan is. Oké, jongens, ik heb het hele interieur gedaan. Ik ben best wel tevreden ermee. En er is één kleine plot twist. Maar die laat ik jullie zo zien. Eerst kom je binnen. Het is allemaal gewoon met wit kleed. Ik had geen zin om andere kleuren te gebruiken. Dus het wit kleed is hier geplaatst. Heb je wat tafeltjes. Moet eigenlijk wel nog ook carpets op. Maar ik twijfel of ik daar wit op doe. Ik kan wel even kijken hoe dat eruit ziet. Op de tafeltjes. Nou, op zich kan wel. Misschien dat ik de kleedjes een keer meer detail geef. Met een beetje grijs er doorheen. Heb je hier de balie. Daar heb je dus wat ik zei. De kisten hierachter. Daar heb ik nu gewoon wat spullen in gestopt. Die moet ik zo even uithalen. Dan heb je hier de tafeltjes. Wat mooie lampjes en wat mooie plantjes. Dan ga je naar boven. Kom je in de kamer uit. Althans in de gang en voor die kamer. Je hebt twee kisten. Een grote en een kleine. Die je overigens niet kan openen, die kleine. Dus dat moet ik ook nog even... Oké, kijk, kan je wel openen. Je krijgt twee furnaces. Je krijgt een bed. En that's it. Het is lekker krap. Het is lekker knus. Je hebt wel uitzicht hier. Enfin, op helemaal schijt. En hier heb je een beetje uitzicht. Als je gewoon kijkt zo. Dan vervolgens... Oh, moeten wel de deuren dicht. Dan heb ik ook het andere kamertje. Die is net iets anders ingericht. Ik wilde wel twee verschillende kamertjes hebben. Dan heb je hier dat tweede kamer. Heel leuk. Zie je, deze vind ik wat leuker ingericht, omdat de ruimte wat beter ingericht is. Het klinkt heel stom, maar het uitzicht is ook wat leuker dat je hier hebt. Je hebt gewoon twee raampjes met uitzicht. Heb je zelfs hier nog uitzicht, dus dit kamertje is wel leuker om te hebben. Maar je hebt precies hetzelfde. Je krijgt een crafting table, je krijgt twee kisten, je krijgt twee furnaces en that's it. En dan de plot twist. Ik heb van de bovenste kamer, wat ik in mijn vorige aflevering zei, dat het mijn skere kamers zou zijn, heb ik eigenlijk gewoon de dure kamer van gemaakt. Ik heb daar één kamer van gemaakt en dan moet je ook buitenom naartoe, met een hele buiten de trap moet je er naartoe. Dat vond ik wel leuk. Dat je er een soort extern naartoe moest. Er zitten ook details onder. Zie jij staat op paaltjes en zo. En dan kom je hier in de kamer. En heb je eigenlijk gewoon de luxe kamer. Heb je twee grote kisten, twee kleine kisten, vier furnaces, twee crafting tables, ook heb je er maar één nodig. En een tweepersoonsbed. En het uitzicht is wel minimaal, maar ik bedoel, je hebt je eigen privékamer hierboven. Hoe lekker is dat? Dus deze kamer is dan ook wat duurder dan de andere. Ik zei, dit zou dus keer een rare kleine kamer worden. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon de dure grote kamer geworden. En ik ben er echt tevreden mee. Ik vind het heel leuk. Nu ga ik de details toevoegen. Kijk, dit trappetje hier heeft gewoon een leuke details. Zie je, dat zit gewoon zo vast. Misschien kan ik er nog iets meer details aan toevoegen, maar dat zien we dan wel. Eerst moeten hier alle buitendingen erbij komen. Zoals plantjes, het weed misschien. Even kijken, het pad moet even gefixt worden. En dan is het hotel helemaal klaar. Oké, de paden zijn gefixt. Dat is echt 2 seconden werk namelijk, dus dat scheelt. En nu de rest. Maar voor de hooibalen hebben wij best wel hooi nodig. Dat is heel simpel. Dus laten wij gewoon lekker even mijn farm gebruiken. En er niet eens ook misschien wat voor eten, want mijn eten is sowieso toch op. Dus dat kan ik dan gelijk dubbel gebruiken. En om heel veel hooibalen te maken. Ik farm deze farm echt nooit. Dus het is zo raar als het hier weer kaal is. Maar ik heb wel 2,5 stack hooi gelijk. Oké, dan hebben we wat brood gemaakt en voor de rest hooibalen. Kijk, dit is perfect. Want als 13 is niet veel. Het kost echt veel hooi om best wel veel van die balen te maken, joh. Oké, even een plekje zoeken. Ik denk hier gewoon leuk zo. En dan misschien hieronder zelfs eentje. Hier nog één. En dan erop daar nog één. Ja, dat is leuk. Misschien hier nog wat.
Zo, heel simpel. Ik heb niet meer. En voor de rest lekker plantjes en bamboe en een beetje bosjes zoals dit. Misschien een boompie. Alleen mijn bamboe is op. Dus wat we dan even doen is toenk. En dat groeit vanzelf alweer zo hoog. Dat groeit toch uiteindelijk weer, zo dat bamboe. Of niet? Vast wel. Moet ik het dan onderop hakken? I don't know, weet je. Ik plaats het dan gewoon opnieuw. De bamboe hier ook. Laten we de bamboe gelijk even groeien een beetje. Kijk, dat is leuk toch, die bamboe. Bamboe! Hatseflats. Nou jongens, het hotel is van buiten ook helemaal af hoor. Veel meer moeite wil ik er niet aan gaan doen. Het ziet er toch gezellig uit nu. Deze buurt, ook als je hier naar rechts gaat zo. En dan kom je hierboven. En hierachter is nog niet zoveel, maar dit is omdat ik mijn geheime poort nog daar wil hebben. Of mijn geheime ingang. Maar hierboven, dit is zo leuk. Ja, ik ben tevreden. Dan is het hotel, dat was heel raar, is af. Niks meer aan doen. Alleen maar mensen nu hun geld nakken. Door ze in dit hotel te lokken. Ja, wie gaat er nou in een hotel slapen als ze een eigen beest hebben? Misschien als ze hier in mijn in Kingdom toe te willen overnachten, hè? Mogen ze wel even een keertje in het hotel zitten. En dan nu, jongens, is het tijd. Ik heb een comment gezien waarin iemand zei... Je moet van die sneeuwmannetjes in hokjes doen bij poorten. Want dan als de zombies of zo of andere beesten aankomen... Dan worden ze aangevallen door die sneeuwmannetjes of zo. En dat leek mij zo'n leuk idee om te doen. Maar daarvoor moet ik sneeuw hebben. En sneeuw... Hoe krijg je ook... Ik kan sneeuw maken toch gewoon. Sneeuwblokken toch gewoon met sneeuwballen. Geen idee, weet je. Nee, we nemen de Wum Silk Touch Pickaxe mee voor de zekerheid. Gaan we pompoenen halen. Dan gaan we sneeuw halen. En kijken of we een defense system kunnen maken bij de binnenkanten. Of de buitenkanten van onze poorten. Zodat er misschien wat minder monsters naar binnen lopen. En waar beter dan sneeuw te halen dan bij de gevangenis, jongens. Die ik nog steeds een keer af moet maken, maar... Hij was echt ver, trouwens. Ik moet legit verder gaan. Ik heb echt veel gedaan hier. Hier, het is helemaal zoals dit. Je hebt gewoon helemaal die cellencomplex heb je hier. Ja, dit moet ik echt een keertje verder bouwen, joh. Hier zit gewoon veel moeite in. Maar goed, voor nu komen we daar niet voor. We komen nu voor pompoenen en voor sneeuw. Dus laten we heel even wat... Oh, maar ik ben bang dat ik gras mee hak. Dus ik moet heel voorzichtig doen. Pompoenen, daar komen we dan voor. Die vind je meestal wel in die biome. Ben jij trouwens nog steeds deze video aan het kijken en heb je al niet weggeklikt? Reageer dan even met pompoensoep. Vind ik wel goed, omdat we naar pompoenen aan het zoeken zijn. Reageer jij even in de reacties, pompoensoep. En that's it. Daarmee maak je me helemaal blij mee. Ja, kijk, we hebben ze. Pompoenen, die hadden we nodig. Kom hier. Dit is fijn. Dan ga ik gelijk even een klein farmpje zo meteen maken van jullie. Want ik heb gewoon dat ik nooit meer op pad hoef om pompoenen te zoeken. En dan hoef ik ze ook niet allemaal te gebruiken. Nou, dan mogen we weer terug. Kijk, ik kan gewoon sneeuwblokken maken, dus dat scheelt. Dan doen we wat pompoenen weg om te farmen later nog. Dus die kloppen we hier neer. Dan moet ik ze even carven. Oh, met een schaar doe je dat volgens mij. Ik wou zeggen, hoe carve je ook weer zo'n ding? Ja, kijk. Oh, nu gaat het helemaal fout. Carve pumpkin snow. Dan gaan we hekjes meenemen, want ze mogen niet ontsnappen, die beesten. En ik ben zo benieuwd of het daadwerkelijk werkt. Oké, dan denk ik... Hoe ga ik het doen? Jij gaat eerst dood. Jij gaat gelijk per direct van de wereld verdwijnen. Tot ziens. Zo, en dan... Zo, gewoon weer. Nu kan je geen kant op, maar val je beest aan. Dat vraag ik me dan echt af. Of die beest aanvalt. Dan ga ik even zombie lokken. Ik ben zo benieuwd hierop. Oké, we hebben misschien twee defenders op het moment. Gelachen als ze daadwerkelijk aanvallen. Ja, het is nu dag, dus we wachten even op de nacht. Bouw ik ze ook vast aan de andere kant. Ik weet niet meer wie die reactie heeft geplaatst, maar het was echt een goede reactie. Ik dacht van, als dat serieus het ding is, dat zou echt zo amazing zijn. Hier nog eentje aan de andere kant. En dan nog eentje. Nou, weet je, ik vind eentje aan deze kant vind ik wel prima. Eén defender aan deze kant. Kleine muur, eentje, grote muur, twee. En dan heb ik wel een leuke. Rick die haalt altijd pranks bij mij uit. Dus we gaan gewoon wat sneeuwmannetjes bij hem neerzetten. Die zijn hele beest onder sneeuw zetten. Rick, voor al die stinkpranks die je uit had. Al die stinkgeheime bunkers onder mijn beest. Dit verdien je gewoon. Zo'n sneeuwmannetje in je huis. Nog een sneeuwmannetje. Kijk, die leggen overal sneeuw neer. Dat is zo vervelend. Hier beneden vind ik het ook wel leuk. Sneeuwmannetje. Nou, hier Rick, geniet ervan. Je hebt overal sneeuw. Zo, ze ligt letterlijk al overal sneeuw. Oh, dat is oprecht heel vervelend. Nou, dan gaan we weer terug. Hier heb ik trouwens wel een leuk detail vind, denk ik. Pink candle, Laat ik die twee kaarsen meenemen. En dan gewoon... Hey, Reenie. Wat me leuk lijkt misschien, is om hier dan... En hier... Oh, en... Of op de tafel. Nee, niet op de tafel. Dus ik denk hier. En die steken toch gewoon zo aan. Ja, dat is toch leuk? Moet je nou zien. Kaarsjes zijn echt leuke toevoegingen in Minecraft. Ja, die kaarsjes zijn leuk. Dat vind ik mooi. Alleen dat ze roze zijn is jammer, maar dat maakt niet uit. Dan wachten we nu even tot het nacht is en dan gaan we kijken bij de pumpkin mannetjes. Geen doos eten. Jongens, ik vind dat leuk. Laat in de reacties weten. Moeten jullie nog meer dingen laten weten. Wat jullie vinden dat ik hier moet bouwen. Hierboven op dit dingetje. Je hebt een mooi uitzicht op het hotel, op de cave waar nee, gewoon op heel wat gedoe heb je een mooi uitzicht. Maar wat moet ik hier bouwen? Ik kan een soort bank maken waar ik dan al mijn loot zoals ijzer, goud en weet ik veel wat neerleg. Dat is gewoon de toetenbank. Ik kan ook een, ik weet het niet, laat jullie me weten. Een rechtszaal kan ik, oh ik val. Een rechtszaal kan ik maken.
Ik denk dat het wel leuk is als ik een groot gebouw maak in ieder geval. Hij mag een beetje in de berg zelfs gaan. Weet je dat de rest van het gebouw in de berg zit. Jullie moeten het even laten weten. Dat vind ik wel een goeie. Oké, jongens, we hebben de eerste vrijwilliger hebben we binnengeharkt. Kom maar mee, jongeman. We gaan even kijken of ons kingdom beschermd wordt voor jouw soort. Oeh, ook een spinnetje die achter me aan zit. Weet je wat? Nee, ik wil alleen even de zombie testen. Jij ook weg? Oh, kijk. Ja, we hebben een bescherming. Pak ze, jongens. Pak ze. Niet dat het echt top werkt of zo, maar hè? Het is een beetje. Kijk nou. Ja, we hebben gewoon bescherming. Het helpt een beetje. En dan gaan ze voor hun. Kijk, en dan vallen ze niet met mij aan. Maar zij komen er niet bij. Oh, wat perfect. Dit is toch perfect? Moet je zien nou. Nou, kom op, kill hem even. Misschien moet ik gewoon een hele rij met van die dingen aan de onderkant doen. Dat gewoon heel die muur beschermd is. Hoe mooi is dat? Dit vind ik gewoon echt een goede bescherming. Alleen enige is, ze gaan niet dood volgens mij. Want sneeuwballen, dat doet niet echt veel damage, toch? Of heb ik dat daar fout? Is dat een ding? Dat sneeuwballen gewoon geen damage doen? Nee! Nee! Hij is dood! Door dat blokje hier! Oh my days, nee! F, jongens. Dikke F in de chat. Free sneeuwman 1. Dit is een hele verdrietige dag, jongens. Ik ga een nieuwe maken, maar het zal nooit hetzelfde zijn. Hij zal nooit hetzelfde zijn. Hier word ik oprecht heel verdrietig van. Hij heeft zo zijn best gedaan en dan dit. Hij verdient beter. Pak ze sneeuwman, ik ga een nieuwe mattie voor je creëren. Oh mijn god, dit zijn zijn sneeuwballen. Wacht even hoor. Jongens, dit is een van de sneeuwbal van de eerste sneeuwman die we hadden. Die gaan we even heilig bewaren. In een rechtmatig itemframe. En dan komt hij in de cave der wonders. In de simp cave. Dat is de cave waar alle heilige dingen terechtkomen. En ik vind toch wel dat deze sneeuwbal daar een plekje verdient. Wacht, we moeten hem ook een naam geven. Sneeuwman 1. Het heeft me één level gekost, maar Sneeuwman 1. Daar zijn we, in de Simp Cave. En waar verdient hij zijn plekje? Hier. Ik vind dat dit een mooi plekje voor hem is. Nee! Kan je dat serieus niet doen? Ik wilde hem erin doen en dan gooi ik hem. Nee! Sneeuwman! De sneeuwbal is verdwenen, jongens. Ik wil hem in een itemframe doen, maar vervolgens gooi ik hem tegen het itemframe aan. En in plaats van dat hij in het itemframe gaat. En ik heb niks anders van hem. Ik heb pompoenzaadjes. Man, ik plaats wel gewoon een pompoenzaadje ter herinnering. Het zal nooit hetzelfde zijn, maar hè, een pompoenzaadje. Man, het wordt echt verdrietiger en verdrietiger met het moment. Kijk nou, de pracht van Kingdom Toeter. Maar het zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar goed, jongens, het is weer het einde van deze episode. Ik bedoel, ik heb niet heel veel tijd om van alles voor jullie te doen. Het spijt me daarvoor. Maar ik wil toch een leuke video voor jullie neerzetten. Dus ik heb even dit geüpgrade. Dankjewel voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Sorry als hij wat korter is dan normaal of wat minder progressie is dan normaal. Like hem even. Abonneer zeker even als je het niet hebt gedaan. Spreek ik jullie later, glaasje water, telt het vier. Hallo, wat doe jij hier? Spreek ik jullie later, glaasje water, telt het vier flesje bier. Tot de volgende keer. Doei!